Ik weet niet wat er zojuist gebeurde, maar de opname is, als het goed is, de opname viel even uit of zoiets. Ik klikte uit de game, maar ik klikte namelijk op de Windows Home knop. Maar als we nou zo doen, kijk, we moeten wel iets groter voertuig hebben. Zo. Hij moet denk ik ook een ja. Shit, maar ik ben aan het denken hoe we dit precies kunnen gaan doen. Nou zo doen. Oh. En dan zo, en dan maak een soort fighter jet, jongens. Een soort straaljager gaan we maken. Zo. Zo, dan. Zo. De motoren maken we er zo in. Dan vleugels, die we eigenlijk niet eens nodig hebben. Ik heb een idee daar. Ik plaats ze iets ver, best ver naar achter, omdat ik een idee heb. Zo, ja. Zo. Kijk, nu hebben we echt straaljaar gelijk wel. Als ze nu. Oh, dit is zo vet, jongens. Dat gaan we zo doen. Even, ik moet even denken nog. Waar zijn de... Hier. En ja, we hebben wel een soort van probleem met om met sturen en omhoog gaan, hoe we dat dan doen. Dat is misschien, wacht, ik kan dit doen. Dan. Oh, daar zitten die vleugels niet vast. Nou, dat maakt even niet uit, want dan maken we gewoon zo vast. Kijk. Werkt dat helemaal, werkt dat goed. Dan. Dus ik vraag al het ding kwijt, laatste keer dat ik het heb gespeeld, is best een tijdje geleden. Dan. Zo. Zo. Zo geweldig! Als, ach, hoe is het bewegen? Ik zie jullie wel als ik hier ben klaar ben. Het soort van werks, kan ik je vertellen. Kijk hè, er is heel veel motor. Kijk, oei! Naar beneden, naar beneden. Niet zo hoog. Omhoog, omhoog. Sturen. En het werkt zo moeilijk. Kijk, het is zo moeilijk om dit ding te besturen. Omhoog. Het is zo vet. Het lukt ook gewoon nog hè. Het lukt trouwens best goed, alleen het is gewoon moeilijk. Oh, 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 nee, nee, nee. Kijk hoe vet dit is. We besturen gewoon een F-15. Kijk hoe cool, jongens. Dit is waarschijnlijk niet de bedoeling van de update, maar het kan wel. Hoe vet is dit? Dit is nou een van de redenen om deze game echt te kopen. En bocht maken. Bocht is nog een beetje moeilijk. Oh, nee. Ja, oh, oh, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Dit is zo vet, jongens. Deze game moet je hebben. Dit is zo cool. Gewoon door het... Oh, jongens, ga deze game nu kopen. Kijk hoe vet het is. Ja, we hebben geen landingsstel, dus we kunnen niet landen. Misschien zouden we wel echt landingsstel erop kunnen maken. Ja, laten we dat eens proberen. Joh, ik heb een idee.
En hoe gaan we dat doen? Oh nee, ik had een heel cool idee, maar dat heeft geen zin. Zo. Zo naar achteren. En eentje aan de voorkant. Dan plaatsen we deze dingen op. Zo. Deze zorgen dat die. H. H, denk ik. Welke kant is dat? Oh. Oh, ik heb die niet aangepast. Ah. Weer te ver. Oké, dat heeft denk ik niet eens zo echt zin. Kunnen we wel als we deze nou weghalen, misschien wel. Zo. En nu? Ja, alleen aan de voorkant nog. Dat is met deze. Oh nee, ik zo. Nu. En dan. Ha? Wow, hij werkt! Alleen dan moet hij nog op de grond staan. Kijk, kijk! Best of my digit ever! Joh, opstijgen! Oh, ha? Inklappen! Oh shit, 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 shit! Nee, geen looping maken! Kom jongens, kunnen we een looping maken? Net als een Vetter Fighter Jet. Wee! Ik heb trouwens wel een probleempje met de landingsstel, want ik heb iets verkeerd ingesteld. Oh, we doen gewoon een looping, jongens. Dit ding is zo cool. En we zitten op 100% speed, hè? Hier, we zitten gewoon op 100%. Dit is gewoon 100% snel. Kijk, we hebben wat problemen met landingsstel. Dat ik het niet goed heb ingesteld. We gaan het kapot maken. Oh nee, we zijn geraakt door een missile. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Wow, oh wacht, we hebben natuurlijk gravity aan. Het is zo vet, jongens. Echt waar, dit is zo cool. Oké, wacht, we gaan een nieuwe chat bouwen. Laten we eens kijken. Of we kunnen hier misschien iets mee doen. Oh, ik heb een idee. Of misschien heb ik nog geen idee. Je kan hele vette dingen met dit maken. Maar ik wil nog bij je chat-idee blijven. Want. Als we nou even een simpel systeem. Zoiets. Daartussen. Deze doen. Alleen dan moeten we het wel zo doen. Wacht even heen. De camera een beetje aangepast. Zit hij nu daaraan vast? Oh ja, gravity staat aan. Oh ja, die zit daar natuurlijk dan aan. Dan moeten we zo doen. Kijk, dit valt mij echt nooit op. Zo, kijk die hamer dat je hier dan op in beeld komt. Het valt eigenlijk nooit op, maar het is wel. Ja, hij doet het. Oh, ik kan hem zelfs besturen nu. Wow. We hebben natuurlijk zero gravity aan, daarom werkt het allemaal voor de mensen die misschien toevallig nog niet wisten. Dan. Zo. Dit gaat, denk ik. Zo. Wat is dat verkeerd om? Deze heb ik verkeerd omgeplaatst. Die moet. Zo. Ja, ik ben nu aan het gokken, dus. Wacht, hij staat niet goed. Zo, oké, die staat verkeerd om, man. Right, left. Nu als het goed is, kijk. Wiee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 
Misschien wel weet.
Nu gaat die hele rare bocht. Misschien moet die wel andersom. We zullen zien. Oké? Doen zo. En dan zo. Deze zo. Deze. Zo. Prachtige straaljager. Deze gaat aan de onderkant voor de perfecte speldingen. Weet ik veel. Dan dit erop. Waterkanonnen erop. De goede kant moeten ze wel op liften. En de onderkant ook. Kijk, kijk. En dan nu. Dit is zo cool. En misschien een beetje te veel trust. Ja, ik denk dat ik alle problemen gevonden. Nieuw. Oh, we kunnen bijna barrel. Oh shit, dat doe ik! Hover mode! Oh, kunnen we een hover aircraft maken? Dat wil ik weten. Kijk jongens, misschien kunnen we een hover aircraft maken. Kijk, als we dit doen. Het moet dan wel precies symmetrisch zijn, ding. Dus deze weet ik niet zeker of dat symmetrisch is. Dus het gaat niet over. Ding moet qua gewicht symmetrisch zijn. Dus de kant waarop de blokken richten boeien denk ik niet. Wacht, die moeten weg juist. Want die plek hebben we nodig. Dan wat armen. School voor de sier. En misschien een beetje extra gewicht erbij. En dat is altijd handig. Oké, ja. En dan, oh, dit is zo vet. Alleen, ik weet niet precies hoe we sturen willen doen. Oké, we moeten waterkanonnen hebben die zo richten. Please, nee, hij past niet. Oké, dan moeten we die maar even verder naar achter plaatsen. Oh, ik had misschien even wat meer eruit moeten knippen uit deze video, maar ik vond het gewoon zo leuk dat ik het denk ik niet ga doen. Hier. Oh, geniaal idee. Ja, dat kan je zo doen en dan. Wow, die andere draaien helemaal de verkeerde kant op. F. Kijk. En doe zo. I en verkeerde kant op en. Wieuw, daar gaat hij. Nee, daar gaat hij niet. Kom op. Wow, kijk jongens, hoe cool het is. Het is gewoon toch prachtige wonderen van de natuur. Je kan zo hoveren gewoon. Hoe vet is dat? Nee, niet draaien. Hij draait. Niet doen. Ik kan voor de rest namelijk niet besturen. Zo. Hover. En die. En daar gaan we. We zijn in de ruimte. Ik wil nu ook nog één ding proberen. En daarna ook nog één ding met de andere dingen. Weg erbij. Ik ga een raket proberen te bouwen. Alleen daar knip ik er wel even uit dan. Dus ik jullie zo terug. Oké, jongens, de raket. Misschien moeten we hem op de grond zetten. Maar door die gravity heb je ook bijna zo'n beetje geen probleem met lag. Je kijk. Je hebt gewoon geen probleem. Normaal zou je best wat lag hebben. En als ik nu I doe, dan. Teko, dit is zo cool. Kijk hoe dit eruit ziet met dat vuur eronder. En stijgt die op. Oh, de flamethrower is leeg. Ja, we stijgen nog steeds op, jongens. Dit is zo vet. Ja, ik moet het eigenlijk zo doen. Ik heb een idee. Deze moeten weg dan. En dan. Oh, dit is zo cool. Dan die
koppeler. Waar staan die? Hier. Ook aan de andere kant. Met J werken die. Ik bedoel van die zijraketten. Die ook altijd bij echte raketten ziet. Die zo aan de zijkant zitten. Zijn er wel wat dikker, maar ik maak ze wat minder dik. Zo. Daar moeten er ook raketten op. Vaarraketten. Ja, snap wat ik bedoel. Zo. Die geven ons extra lift. Extra power om op te stijgen. Ik heb wel heel veel extra power dan. Nee, zoveel power ook niet. Alleen dit is genoeg. En dan deze dingen activeren met... De hold station. Nee, niet hold. Het H. Boven deze dan. Zo. A en I. Drukken dan eerder doen. H. Oh, dit is zo vet. En dan. Doen we daarna zometeen. Moeten we dan. I doen. Zo. J was het dan. J en dan I. Oh, dit is zo cool. Als we nou H doen. Wee, doei. Oh, dit is zo vet. Oh nee. Nee, ik heb ze uit koers gebracht. Alarm, 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 alarm. Miep, 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 miep. Dit is zo vet. Wacht, doe nog een keer. Nu doen we alle motoren tegelijk. Oh, verkeerde knop. I en H. En dan opstijgen en dan... Oh nee, we gaan nu al uit koers, of niet? Ja, valt mee. Dan doen we... HJ. Huppakee, dan zijn die weg. En dan mogen die nu ook echt weg. Huppakee. Die schieten we weg. En dan de raak... Oh, gaat die het statue raken? Oh, nee. Oh, ik heb een pilaar kapot gemaakt. Oké, die mogen niet uit. Zometeen komen we zo hoog dat we bevriezen. Oké, ik ben benieuwd hoor. Oké, hoe hoog gaan we komen, jongens? Oh, wat vliegt daar dan? Oh, dat is een stukje van die pilaar. En dan... Hij kan niet sturen, dat is het probleem. Gaan we ooit te hoog komen? En als we nou... En dan in één keer, poem. Uh-oh. 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 Oh nee, pff. Oh nee, op de bom geland. Oh, mijn geluid staat echt heel zacht. Nog één ding. Eén ding. Oké, jongens, kijk. Gravity staat weer aan. Is goed, ze is alles vastgegrabd. Die is niet daaraan, maar even als we nu N inhouden. Goed, die zou die niet proberen naar elkaar toe te trekken, maar het kan niet. Kom op. Trek het kasteel kapot. Oh nee, dat werkt toe. Hij staat helemaal niet vast aan het kasteel. Wacht. Juf heeft het weer eens fout gedaan. Oké, sorry. We moeten hier een blok vastmaken. Hier. Oké. En nu dan. En misschien nog eventueel. Waarschijnlijk gaat het toch weer fout. Dan H. Huppakee. Nu zitten die vast. En als ik nu N inhoud. Ik wil het kasteel kapot trekken, maar het lukt niet. Wow, het wordt hier een schoorsteen binnen. Wat, er gaan die mensen dood. Oh, wat? Oh, maar wat gebeurt hier allemaal? Wow, en als ik nu V doe? Wee! Oké, het kasteel kapot trekken werkt dus duidelijk niet. Oké, ze zitten weer vast. Nog een keer toetrekken.
Maar. Come at me, bros. Oké, ja. Sorry. Ik moest dat gewoon even testen, maar ik vind het zo vet dat je nu gewoon echt dingen kan doen. Maar wat ik nog wel wil weten is of de flamethrower ook terugslag heeft. Dus als ik zo doe. Nee, die heeft dat niet. Oké. Wat nou als je zo doet? Nou, uiteraard ook aan de onderkant. En dan C doet. Wow, dan schiet je echt poep ver. Oh! Wat nou als je... Wat met deze doen? Er zit toch geen verschil in. Dan op de grond en dan... En dan C. Oeh. En je blijft ook gewoon gaan, hè? Wojo. Maar ik vind die update zo vet. Dat je nu gewoon echt van die jets kan maken in de lucht. Dat is niet de bedoeling. Maar ik hoop echt een keer dat ze echt meer en gewoon water en besiege maken. Dus er is een mod voor, alleen die mod is echt stront. Ik wil nog een keer kunnen schieten, alleen ik kan niet in besiege. Ja. En er is mods voor, maar ik ga geen mods zien. Als we zo doen, nam 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 nam. En dan... Wee! Hij is niet... Hero, waarom gaat hij nu hoger met extra gewicht erop? Of tenminste, ik weet niet of hij hoger gaat. En nu... Bam. Kijk waar hij terecht komt. Ik ga iets kapot hakken. Nam 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 nam. Wow, hij stuit. Oké, niks gebeurd. Maar... Vond jij dit nou een leuke video? Trouwens, ik kon nog één ding doen. Ja, dat zeg ik altijd. Ik weet het, dat is een heel slechte eigenschap. Maar ja. De grond. En vond je dit nou een leuke video? Oh, vond je dit nou een leuke video? Dus als de blauw duimpje omhoog, abonneer en reageer. En dan zie ik jullie later. Mazzel!